Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je zit in een vergadering, bent een verhaal aan het vertellen en op enig moment valt iemand jou in de rede, neemt de regie over, jij bent het woord kwijt, de discussie gaat vrolijk door en jij blijft vertwijfeld achter, want je hebt je punt niet kunnen maken. In deze video geef ik jou een paar tips die ervoor gaan zorgen dat dat jou in de toekomst niet meer gaat gebeuren. We hebben natuurlijk allemaal vroeger thuis geleerd dat het niet netjes is om door iemand heen te praten. En waarschijnlijk ben jij het type die dat zo opvat dat als iemand door jou heen begint te praten, je denkt, oh, dan moet ik dus nu mijn mond houden. Maar dat is natuurlijk niet verstandig, want jij was aan het woord en het zou eigenlijk die ander moeten zijn die niet door jou heen praat. Het is dan ook belangrijk, en dat is de eerste tip, dat je niet stilvalt als iemand door jou heen gaat praten, maar dat je direct de regie teruggrijpt. Bijvoorbeeld door te zeggen, hallo, ik maak graag even mijn redenering af en daarna ben ik heel geïnteresseerd om te horen wat jij daarvan vindt. Op die manier sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Op de eerste plaats maak je duidelijk, expliciet, dat je nog niet klaar was en dat je graag die redenering wil afmaken. Maar tegelijkertijd ben je ook heel vriendelijk naar degene die jou interrumpeerde door te zeggen dat je daarna erg geïnteresseerd bent naar zijn of haar verhaal. Nou, een knap persoon die dan nog door durft te gaan met jou te interrumperen. Maar je kunt ook hulptroepen inschakelen om het woord weer terug te krijgen. Bijvoorbeeld door op het moment dat je geïnterrumpeerd wordt met enige vertwijfeling in je houding en in je ogen te kijken richting de vergadervoorzitter of de andere mensen die aanwezig zijn in die vergadering. Op die manier geef je aan van ja, wacht eens even, ik dacht dat ik een verhaal aan het vertellen was. En de kans is best groot dat een van hen het dan voor je zal opnemen en ervoor zal zorgen dat jij het woord terugkrijgt. En dat is natuurlijk altijd prettiger dan dat je zelf daarvoor moet strijden. Het voorkomt ook een beetje dat het echt een tweestrijd wordt tussen jou en degene die jou interrumpeert. Kortom, schakel de hulptroep in. En dan nu de moeilijkste situatie en dat is wanneer iemand jou interrumpeert met een geïnteresseerde vraag. Dat kan je natuurlijk niet negeren. Eigenlijk zijn er op dat moment twee strategieën die je kunt hanteren. De eerste strategie is dat je vriendelijk tegen degene die jou de vraag stelt zegt, luister, ik ga je vraag straks beantwoorden, maar ik ga eerst even mijn redenering afmaken. Op die manier geef je aandacht aan degene die de moeite neemt om een vraag te stellen. Stel je hem gerust dat je die vraag gaat beantwoorden, maar houd je wel de regie op je betoog door te zeggen, ik ga wel eerst even mijn redenering afmaken. De tweede strategie is dat je wel direct ingaat op de gestelde vraag. Maar zorg er dan voor dat zodra je die vraag kort en krachtig beantwoord hebt, dat je in één keer doorgaat met je betoog. Door bijvoorbeeld te zeggen, nou, waar ik net dus gebleven was, was dit en dit en dat. Op die manier grijp je direct weer de regie terug, ga je terug naar je verhaal en bied je zo min mogelijk ruimte voor andere mensen om ook nog een keer een vraag te stellen. Tot zover een aantal tips die jou hopelijk gaan helpen ervoor te zorgen dat jij je in de toekomst niet meer het woord gaat laten ontnemen tijdens vergaderingen. Succes!